Op de Amsterdamse woonark van de voormalige sterpresentator Hans van der Tocht brak er plotseling paniek uit. Met gillende sirenes werd hij afgevoerd na een angstige nacht waarin hij zich machteloos voelde. Gelukkig kan hij het allemaal navertellen aan Story. Ik kon helemaal niet meer bewegen. Vertelde hij. Het was een helse nacht die voorafging aan het drama. Hans werd met spoed naar de afdeling neurologie in het AMC gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij een TIA had gehad, een tijdelijke afsluiting van een hersenvat, met potentiële ernstige gevolgen. In het ziekenhuis werd hij grondig onderzocht en bleef hij bijna 24 uur opgenomen. Gelukkig kon zijn neef hem ophalen en terug naar huis brengen. Het gaat naar omstandigheden goed, het had veel slechter kunnen aflopen. Ik kan alles nog, maar ben nog een beetje wankel. Ondanks de schrik lijkt Hans relatief goed te herstellen. Is hij niet enorm geschrokken van wat er gebeurd is? Het is beangstigend, geeft hij toe, het leven kan zomaar voorbij zijn. Maar gelukkig is het niet zo ver gekomen. Ik heb mezelf opnieuw voorgenomen om elke dag te genieten. Om herhaling van dit soort incidenten te voorkomen, zal Hans zijn levensstijl drastisch moeten aanpassen. Hij stond bekend om zijn uitbundige levensstijl, waarbij alcohol een rol speelde. Ik drink nu af en toe een glaasje, maar niet meer dan dat roken doe ik gelukkig al een hele tijd niet meer. Het grootste probleem vindt hij echter de medicatie die hij moet nemen. Ik ben nooit gewend geweest om zoveel medicijnen te slikken. Het is vreselijk. Ik moet heel voorzichtig zijn en doe nu niet zoveel meer als voorheen. Normaal gesproken was Hans elke dag te vinden in het park met zijn hond, maar dat zit er nu even niet in. De situatie dwingt hem tot een meer terughoudende levensstijl, gericht op zijn gezondheid en herstel.